Achter Eus ligt Canona en daarachter aan de relingzijde ligt nog Klaassen Boko met Carlin Swan. Mispassen daar van Happy Tolviel, die verliest de positie, 20-2 tussentijd. En zo gaan we de laatste kilometer in en we zagen wat paarden op elkaar lopen in het veld. Het tempo was er even helemaal uit. Galoppade opnieuw van Happy Tolviel. Zo gaan de paarden de rechterbocht in. Nummer 7 galop. Rechterbocht in en dat is de Z-Turf bocht. En daar leidt nog altijd Megan Flevo. Megan Flevo, buitenkant schuin daarnaast ligt Lucky Star Philly. Daarachter aan de reling zijde Mistral Ricardo. Daarachter volgt in het tweede spoor Loverboy van Assem. Ook Lumière ligt er vlakbij. Aan de binnenkant Coral Day. Dan Canona. En daarachter volgt aan de reling zijde Moonshine Meadow. Met als laatste Klaassen Boko. Zo gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. Gaan eerst nog de 500 meter paal passeren in 1.20.6. De hele kilometer in 1.20. Dan gaan we hard naar huis. En de koploopster heeft dan de beste papieren. Megan Flevo. Maar daar komt Lumière. Lumière komt met een verrassingsaanval. Gaat driedik naar voren. Zo gaan we de laatste bocht door. En inmiddels zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Aan de binnenkant Megan Flevo. Tweede spoor voor Lucky Star Philly. Binnendoor Mistral Ricardo. Derde spoor voor Lumière. En daartussenin ligt dan ook nog Loverboy van Assen. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Nu gingen de propjes eruit bij Megan Flevo. Die laat wel de relingzijde wat vrij voor Mistral Ricardo. Maar niemand komt echt in de buurt van Megan Flevo. Megan Flevo is hier veel en veel te sterk. Megan Flevo gaat winnen. Strijd voor de plaatsen. Helemaal aan de buitenkant. Loverboy van Assem als tweede. Derde plek Mistral Ricardo. En vierde is Lucky Star Philly. 16-3 voor de winnaar. En Hilte Tjalsma die wordt al feestelijk onthaald hier bij de Huldigingsring in de Pre-Ice Solutions. Het comité kijkt op het moment nog naar de beelden, maar dat geeft ons alweer de gelegenheid om bij te praten met een van de sponsoren. Mensen die hier een arrangement hebben geboekt op Victoria Park. En de bloemen die worden al overhandigd op dit moment. Prachtige woorden. Prachtige woorden van een van de sponsoren voor Hilte Tjalsma. Jullie zijn echt aan het genieten hier, hè? Wij zijn aan het genieten. Wij zijn met een hele groep van Ice Solutions. En wij werken internationaal. En wij vinden het fantastisch om hier nu te zijn. En jullie zijn hier volgens mij al vaker geweest. Wij zijn hier al vaker geweest. 1 keer eerder, ja. Dus wij wagen een gokje. Wij eten hier lekker. En wij vinden het fantastisch om hier op de baan te staan. En zijn er ook goede gokjes tussen? Wij hebben al eigenlijk ons inleggeld al terugverdiend. Dus het gaat goed vanavond. En dan moeten er nog meer races komen? Ja, er moeten nog wat races komen. Dus we hopen ook nog wat winst te maken. Heel veel plezier nog. Dank u wel. Hiltje, dat waren hele mooie woorden in het kort. Ja, top. In het kort. Ja, super. Wat een superpaard. Het is gewoon zo'n super Mary. Op één rum won ik al, mocht ik met haar rijden, won ik. Ja, het is gewoon geweldig. Super. Bas zei in de tips uit de stallen, ze kan vanuit het veld heel erg snel worden. Ze kan ook van kop af. Heb je nog getwijfeld aan de tactiek? Nou, ik denk ik rij weg en dat zie ik wel. Ik denk, Mistral Ricardo kan hard vertrekken. Ik denk, maar ik ben niet een verkeerd paard om daar eventueel achter te zitten. Ik denk, en ik rij weg en dan zie ik het wel. Nou, en dat pakt het perfect uit. En je had nog genoeg over? Ja, ik had meer dan genoeg over. Geweldig. Top. Super Hiltje, je bent in het begin van het jaar een aantal maanden niet in Nederland geweest voor de amatrice koersen, omdat je in Zweden verbleef. Ga je daar binnenkort weer heen of blijf je de rest van het jaar in Nederland? Nee, wat de planning is, maar planning kan wel eens veranderen natuurlijk, want ja, de paden soms. Maar de planning is dat ik oktober nog heen ga, een maand. Ja. In oktober weer richting Jumeirah? Ja,
ga ik weer richting Jumeirah. En dan daar, zeg maar de hele maand oktober, ben ik daar dan nog. Ja. Ook weer een leuk project om naartoe uit te kijken. Ja, absoluut, absoluut. Gefeliciteerd, Hiltje. Dankjewel. Mooie overwinning van Hiltje Tjalsma met Megan Flevo in een tijd van 1:16.3. Megan Flevo, een 4-jarige donkerbruine merrie van Musselmaas uit Constantia River. Gefokt door de familie van Schie samen met de familie Iwema. In eigendom van de Gele Canaries Noord. Trainer Bas Krebas en rijder Hiltje Tjalsma. En Hiltje die snapt het spelletje. Die nodigt de sponsoren van iSolutions uit. Om samen met haar op de winnaarsfoto te gaan met Megan Flevo. En samen ook met de mede-eigenaren van de Gele Canaries. Vrolijk plaatje hier dus bij koers 5, de Pre-iSolutions. Die dus werd gewonnen door Megan Flevo in 1:16.3. Tweede werd de 3, Loverboy van Assen. Derde de 5, Lucky Star Philly. Vierde de 4, Mr. Ricardo. En vijfde de 9, Lumière. 6, 3, 5, 4, 9. Dat zijn de cijfers in koers 5, de Pre-Ice Solutions. Mensen die dus al vaker een arrangement hebben geboekt hier op Victoria Park. En het zo leuk vonden dat ze met een andere delegatie hier weer terug zijn gekomen naar Wolvega. En mocht u dat ook wat lijken met uw personeel of met een vrienden- of familiegroep, boek dan gerust via info@victoriaparkwolvega.nl. En misschien staat u dan ook wel in de winner circle met een winnaar. En deze winnaar is Megan Flevo en Hiltje Tjalsma. Thank you so much, Knucklehead! Thank you, Kansas City! Thank you, Kansas City! En de start is gevallen. Snelheid komt van de buitenkant. Daar komt Megan Flevo aan. Daar komt aan de buitenkant ook Happy Tolville. En daarachter wordt nu teruggenomen in het derde spoor Canona. Die blijft in het derde spoor, want het tweede spoor was al opgevuld. En zo gaan ze de eerste bocht in. Megan Flevo die heeft de leiding genomen. Happy Tolville ligt op plaats 2. Derde aan de relingzijde is Mistral Ricardo. En die blijft dat gaatje dicht houden. Dan hebben we straks 2 Canaries achter elkaar. Daarachter in het tweede spoor volgt Lucky Star Philly. Driedik nog altijd Canona. En zo zijn ze in de rechte lijn overzijde. Robert Veld krijgt geen positie en gaat druk zetten bij de favoriet. Maar die geeft niet thuis. Leiding blijft in handen van Megan Flevo. Daarachter aan de relingzijde ligt Mistral Ricardo. En de opening is 1:14 rond. Nu hebben de paarden de posities redelijk kunnen kiezen. En ligt ook Canona inmiddels bijna in het tweede spoor. Maar wel aan de staart van het veld. En gaan de paarden de tweede bocht in. Met aan de leiding Megan Flevo. Megan Flevo kan nu het tempo zelf bepalen. Aan de buitenkant Happy Tolville, die niet echt meer aandringt. Dan Mistral Ricardo, met daarnaast in het tweede spoor Lucky Star Philly. Dan Coral D aan de binnenkant. Daarnaast in het tweede spoor Loverboy van Assen. Daarachter aan de relingzijde ligt Moonshine Meadow. Daarnaast in het tweede spoor ligt Lumière met Eus van den Berg. Zo komen de paarden de rechte lijn voor de tribune weer in. Achter Eus ligt Canona. En daarachter aan de relingzijde ligt nog Klaassen Boko met Carlin Swan. Mispassen daar van Happy Tolville. Die verliest de positie, 20-2 tussentijd. En zo gaan we de laatste kilometer in. En we zagen wat paarden op elkaar lopen in het veld. Het tempo was er even helemaal uit. Galoppaarden opnieuw van Happy Tolville. Zo gaan de paarden de rechterbocht in. Nummer 7 galop. Rechterbocht in en dat is de Z-Turfbocht. En daar leidt nog altijd Megan Flevo. Megan Flevo, buitenkant schuin daarnaast ligt Lucky Star Philly. Daarachter aan de relingzijde Mistral Ricardo. Daarachter volgt in het tweede spoor Loverboy van Assen. Ook Lumière ligt er vlakbij. Aan de binnenkant Coral D. Dan Canona. En daarachter volgt aan de relingzijde Moonshine Meadow. Met als laatste Klaassen Boko. Zo gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. Gaan eerst nog de 500 meter paal passeren in 1:20.6. De hele kilometer in 1:20. Dan gaan we hard naar huis. En de koploopster heeft dan de beste papieren. Megan Flevo. Maar daar komt Lumière. Lumière komt met een verrassingsaanval. Gaat driedik naar voren. En zo gaan we de laatste bocht door. En inmiddels zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Aan de binnenkant Megan Flevo. Tweede spoor voor Lucky Star Philly. Binnen door Mistral Ricardo. Derde spoor voor Lumière. En daartussenin ligt dan ook nog Loverboy van Assen. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Nu gingen de propjes eruit bij Megan Flevo. Die laat wel de relingzijde wat vrij voor Mistral Ricardo. Maar niemand komt echt in de buurt van Megan Flevo. Megan Flevo is hier veel en veel te sterk. Megan Flevo gaat winnen. Strijd voor de plaatsen. Helemaal aan de buitenkant Loverboy van Assen als tweede. Derde plek Mistral Ricardo. En vierde is Lucky Star Philly. 16-3 voor de winnaar.